Ik hoor trouwens dat MVV achter staat tegen de Graafschap. En dat, ondanks het feit dat het een en ander is uitgelekt bij de Graafschap. Die trainer denkt, geloof ik, dat hij Real Madrid traint. Ja. Maar ik snoei, hè, is dat? Ja, maar die krijgt nou wel een beetje echt een grote bek, hè? Ja, nou ja, goed, hij was vorig jaar al een keer heel uitgesproken. Toen was ik het wel met hem eens. Ja. Maar dit is een onzin, zeg. Of dat ook maar iemand bij MVV zenuwachtig naar TV Oost zit te kijken. Even voor de duidelijkheid, de regionale oproep is aanwezig bij de training van de Graafschap. Open training, die man staat gewoon een beetje mee te kijken, die filmt en die stelt een paar vragen. Daar is Mike niet helemaal gelukkig mee. Jesse Schuurman speelde wat meer een controlerende rol tegen Cambuur. Nu lijkt hij op 10 te gaan spelen achter Seuntjens. Tegen MVV, vrijdag. Ik zie je een beetje glimlachen. Nee, omdat ik niet blij ben met jou. Jij gaat weer alle plannen alweer op tafel gooien. Maar ik kom hier kijken en ik zie een training. Ja, maar wie wil je bedienen nu? De tegenstander? Nee, het publiek. Ja, maar zijn die echt zo de heel... supporters van de Graafschap? Ja, joh, maar die vinden het veel leuker als wij het MVV een beetje gaan verrassen. Dat vinden ze nog mooier, dat ze winnen. Maar ze vinden het ook fijn om te weten wie er gaat spelen. Nou, laten we dan gelijk alle plannen bespreken. Hè? Wat we van A tot Z gaan doen. Ik ben daar niet gewend. Maar dan moet jij besloten gaan trainen. Waarom? Dat hoort niet bij de Graafschap. Jij kan ook, hè? Maar ik ga niet vertellen hoe jij je werk moet doen. Dat zou vervelend zijn. Maar ik zou het wel leuk vinden als er wat meer dingen niet meteen klip en klaar voor de tegenstander worden uitgepakt. Hè? Want dat zie je bijna nergens. Maar zo gaat het bij andere clubs en met andere journalisten ook, Mike. Als die open trainingen zien, dan schrijven ze datgene op wat ze zien. Oké, nou prima. We gaan met Jesse Schuurman achter Seuntjes spelen. En El Jebli als rechtsbuiten. En El Jebli als rechtsback, ja, dat klopt. Rechtsback, rechtsbuiten. Oh, ik dacht rechtsback. Nee joh, kom op Richard, hey. Ja, jij vindt dit leuke tv. Nee, helemaal niet, echt niet. En dan gaan we snoeien weer eens lekker voor gebruiken. Nee, helemaal niet. Krijgen we een mooie tekst. Maar het is toch belachelijk, belachelijk dat je al je plannen al hier breed uit op tv gaat lopen uitmeten. Dat vind ik vreemd. Dat is er niet goed in. Denk jij dat helemaal strikt wakker gelegen? Ja, ja, ja. Dat El Jebli op rechts buiten speelt, kan iedereen van. Nee, maar dat is een typische vorm van zelfoverschatting. Die man die denkt dat hij met hele belangrijke dingen bezig is. Hij is blij als hij 11 spelers heeft voor de Graafschap. Ja, kom op zeg. Ja. En als MVV wil, dan sturen ze toch iemand naar die training? Dat zou ik net zeggen, maar dat doen ze niet eens. Nee, natuurlijk niet. Dat is niet waard. Interesseert ze niet. Kom op, man. Maar ze staan 2-0 voor. El Jebli heeft wel gescoord, maar heeft het elftal toch nog weer omgegooid nu. Want ja, de jongens van MVV wisten het natuurlijk nu. Dus die denken, we weten hoe het aan moeten pakken. Ja, waar gaat dit over? Ja, nergens over. Nee. Ongehoord. Die trainers, net bij Johans, die overschatten zich zo verschrikkelijk. Ja. Die denken dat ze heel veel invloed hebben. En ze zijn allemaal net zo goed als het spelersmateriaal wat ze hebben. En allemaal alsof ze het voetbal uitgevonden hebben. Uitvinders, ja. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight met de nieuwe app Werelds.